Hey, mijn Richie de Laat hier en welkom bij het Antwerp Antwoord. Pinksten sowieso, omdat dat een zot is. En patchen omdat hij gerne eentje drinkt. Hè. Ah, dat is de Kobe. Dat is onze eerste hond, tezamen met mij en mijn vrouw. Die is overal met ons mee naartoe gegaan. En die is, vorig jaar hebben we die een spaartje moeten laten geven. Dus ik heb die van voor het match geen gezet. Kippenvel moment. Waarschijnlijk de laatste 10 minuten tegen Tottenham dit jaar is eentje en de beker winnen. Ik vertrek gewoon graag op tijd thuis en dan kan ik hier nog wat rustig relaxen met andere spelers die meestal vroeger zijn. Dus dat is meestal Pieter en Birger en zo van die mensen. Kunnen we nog wel lachen. Hè. Een doelpunt. Een poenie. Sorry. Ja, poenie, dat is een Peter. Dat was precies gemokt, die vraag voor het antwoord. Dat was niet helemaal. Niet zo langs, ja. Nee, Poenie is het beste. En weet je van waar dat vandaan komt? Ja, ik heb maar een kus of zoiets, wil dat zeggen. Niet in het Limburg. Dus, dus ik vond het wel grappig. Oké. Allee, volgende, kom. Oh, dat kan ik ook niet zeggen. De beste joke. De Nali met een tandenstoker. Ja, dat was die had een magic trick, zei hem. Die liet iets zien met een tandenstoker, waar dat hem die breekt in een handdoek. En die deed een handdoek open en het was niet gebroken, het was nog geel. Coaching badges halen ga ik sowieso doen. Dus misschien coach worden, maar sowieso iets met spelers begeleiden. Is dat serieus? Amai, ik weet niet of ik dat op de camera kan zeggen. Het F-woord zal ik maar zeggen dan. Hè. Dat gebruik ik nog wel heel veel. Nee, ik weet niet. Tennis of zo, ik weet niet. Ja, ik speel er wel graag. Uw dochter tennis, ja, speelt je soms tegen haar? Vroeger, nu niet meer, want ik zou verliezen. Dat is niet plezant. Als je ze ziet tennissen, je dochter, herkent je dan dezelfde Richie-mentaliteit? Ja, het slaat altijd een raket en zo kapot, dus. Zit erin.